Ze zijn klein. Ze groeien op bomen, op stenen, op de grond. Ze houden van schone lucht. En het zijn plantjes zonder worteltjes en bloemetjes. Maar daar houden alle overeenkomsten ook mee op. Mossen en korstmossen zijn totaal verschillend. Een korstmos is grijs, geel of bruin. Nooit groen. De meeste soorten zijn ook actief in de winter, als het vochtig is. Ze zijn daardoor afhankelijker van neerslag en klimaat. Dat is interessant voor onderzoekers. In het begin van de jaren 90 deed korstmosonderzoeker Kok van Herk een nieuwe ontdekking. Rond 1993 realiseerden we ons dat er iets merkwaardigs aan de hand was. Allerlei zuidelijke, warmteminnende soorten namen plotseling heel sterk toe. En we hebben daar toen ook een artikel over geschreven in Natura, een Nederlands natuurtijdschrift. We zagen aan de korstmossen dat die effecten zich steeds verder doorzetten. Rond 2000 zijn we daar uitgebreid aan gaan rekenen. En toen hadden we ook het statistisch harde bewijs dat klimaatsverandering de oorzakelijke factor is. We hebben dat toen in een Brits wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. En nog geen 2 jaar later kwam Nature hiermee. Daarin werden wij geciteerd. En toen kregen we ook wereldwijd erkenning voor wat we eigenlijk 10 jaar eerder al gevonden hadden. Dat wat op iedere straatboom feitelijk te zien is aan veranderingen aan korstmossen, dat dat te herleiden is op iets groots als klimaatsverandering. Han van Dobbe is kenner van flora en vegetatie en werkt bij onderzoeksinstituut Alterra. Hij kent alle korstmossen van Nederland. Buellia griseofirens. Hier hebben we Buellia punctata. Xanthoria polycarpa zie ik nog. Nou, een korstmos is eigenlijk een schimmel, maar het is een bijzonder soort schimmel, want het is een schimmel die een samenleving heeft met een alg. De schimmel die zorgt eigenlijk voor de hele vorm van het ding en die algen die zitten daarin ingebed. Die alg zorgt ervoor dat hij zijn energie uit zonlicht kan halen. Nou, in Nederland hebben we daar ongeveer 700 soorten van en op zo'n boom als dit, daar zitten al gauw een stuk of 10 soorten op. Mossen zijn heel anders dan korstmossen. Het zijn op zichzelf staande plantjes met blaadjes. Ze hebben een kleur groen die korstmossen altijd missen. Fris en helder. Mossen en korstmossen kunnen wel allebei tegen extreme leefomstandigheden. Bijvoorbeeld voedselarmoede, kou of droogte. Ze leven vaak op plekken waar de echte planten met bloemen het af laten weten. Toch zijn korstmossen ook kwetsbaar. En die kwetsbaarheid komt de onderzoekers goed uit. Korstmossen zijn heel gevoelig voor luchtverontreiniging. Ze worden in het milieuonderzoek als indicator voor luchtverontreiniging gebruikt. Een van de dingen die een rol speelt is dat ze geen huidmondjes hebben zoals hogere planten en geen waslaagje waarmee ze zich tegen invloeden van buiten kunnen beschermen. Luchtverontreiniging heeft geleid tot een dramatische achteruitgang aan korstmossen. Van de ongeveer 700 soorten die in Nederland gevonden zijn, staat ongeveer de helft op de rode lijst. Dat betekent dat ze bedreigd zijn of inmiddels zijn verdwenen. Nou, die trend van achteruitgang die zette in rond de jaren 30 en dat heeft voortgeduurd tot eind jaren 70. En na, zeg maar sinds het begin van de jaren 80, zie je weer een toename. En die achteruitgang en daarna weer het herstel, dat hangt direct samen met de concentraties aan zwaveldioxide. De hoge concentraties aan zwaveldioxide hebben in de eerste helft van deze eeuw geleid tot een sterke achteruitgang. En sinds de zwaveldioxideconcentratie zo aan het dalen is, zie je ook weer een vooruitgang van een heel aantal soorten. Als je nou kijkt hoe laag die concentraties zijn op het moment, zou je eigenlijk veel meer soorten verwachten. Nou, dat komt omdat korstmossen naast zwaveldioxide nog een tweede probleem hebben, namelijk ammoniak. Was het nou zo dat vroeger zwaveldioxide die schors heel erg verzuurd heeft, nu wordt de schors door ammoniak ontzuurd, want ammoniak is een base. En wat je nou ziet op deze boom, dat is een eik met een van nature zure schors. En je ziet hier eigenlijk een mengsel van wat algemene soorten die wel overal voor kunnen komen, zoals deze grijze en deze blauwige. Maar daarnaast veel soorten, zoals deze gele, die horen bij basische schors. En dat is een direct gevolg van de hoge ammoniakconcentraties. Door die milieuveranderingen worden oude soorten dus ook weer herontdekt.
Het mooiste wat ik ooit gevonden heb, dat was afgelopen voorjaar. Toen waren we in het Loo en toen vond ik Lecanora intumescens. Een soort die meer dan 100 jaar al niet meer in Nederland waargenomen was. Kok van Herk heeft ontdekt dat nieuwe soorten korstmossen een indicatie zijn van de klimaatverandering. Want hij vond soorten die niet eerder in Nederland voorkwamen. Van elke 20 soorten die hij zag, kwam er één uit de tropen. Zoals het groot schildmos en het vals dooiermos. En bijna de helft van de soorten was uit warmere gebieden zoals Frankrijk afkomstig. Zoals het bosschildmos en groen boomschildmos. Ja, die zuidelijke soorten die nemen toe. Maar aan de andere kant zijn er ook noordelijke soorten die sterk afnemen. IJslands mos is een voorbeeld. Daarvan is de populatie de laatste 20 jaar wel met 90% afgenomen. En die soort die had het al moeilijk door de verzuring en de vermesting. Daar komt nu de klimaatverandering bovenop. Ja, dat is gewoon de doodsteek. En het leuke van IJslands mos is dat het een soort is die ook hele belangrijke toepassingen heeft gehad in het verleden. Zo werd die bijvoorbeeld gebruikt voor hoestdrankjes en hoestpastilles. Bij mossen zien kenners vergelijkbare ontwikkelingen. Zij het iets minder spectaculair dan bij korstmossen. Maar de laatste 10 jaar worden zeldzame soorten gewoon weer gevonden. Zoals het helmroestmos en het boomvorkje. Prachtige namen voor hele kleine plantjes. Ook het pluimstaartmos gedijt de laatste jaren goed. In de laatste tijd lijkt de toename versneld door te zetten. Eén mossoort, het haakmos, groeit in bijna elk tuintje, maar is sinds kort pas sporen gaan vormen. Deze minuscule doosjes op steeltjes zijn de sporenkapsels die door de klimaatverandering zijn verschenen. Er zijn meer dan 1000 mossen en korstmossen in Nederland. Door hun vermogen zich snel te verspreiden en hun gevoeligheid voor vocht en temperatuur blijken ze goede indicatoren voor klimaatverandering te zijn. Klimaatverandering beïnvloedt iedere soort weer anders. Mossen en korstmossen doen het in stilte, zonder bombarie of herrie. En dat is voor de kenner op elke boom heel duidelijk te zien.